Hello and welcome to the future. Imagine a time without pandemic restrictions, where lockdowns and quarantines are a thing of the past. We have adapted our daily routines, discovered new ways of living, and of the use of our public spaces in our cities. Altogether, we have found that life in our cities transformed for the better. So what does the city of the future look like? How will the pandemic affect our cities and their public spaces? This documentary is about the future of the public spaces in our cities. We've lived through a period where we couldn't go about our ways as we were used to. Life was put on a halt for a moment. And now is the time to reflect and work towards a better future. In this documentary, we talk to several experts in the field of the built environment and ask about their vision on important topics. Together with the inputs of students in architecture and related studies, the next generation of planners and designers, we would like to present a view of what this future may look like. This documentary is structured around four main topics: design, mobility, inequality, and behavior. The documentary ends with a closing statement, a conclusion in which we aim to distill a clear message out of the various contributions we have collected. We hope this documentary will inspire and motivate you, because now is the time to change. Is de grootste uitdaging die steden tegemoet gaan in het ontwerpen of herontwerpen van nieuwe of bestaande openbare ruimtes nu na de pandemie? Ja, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de pandemie heeft daar een stroomversnelling in aangebracht. Het is het blijvend verduurzamen van de stad en het leefbaar maken van de stad. We gaan nog steeds met meer mensen in de stad wonen. Dat is ook een goed idee. Vind ik. Dat is een van de meest duurzame manieren waarop we kunnen wonen. Maar we hebben ook nog een enorme slag te maken, waarbij eigenlijk door bijvoorbeeld klimaatverandering, we moeten nog steeds meer water gaan bergen, we moeten iets doen aan de opwarming. Beweging is een belangrijke taak. Energie opwekken, dicht bij waar het ook gebruikt wordt. En al dat soort zaken en nog veel meer, die hebben ook een extra ruimtebeslag nog. Dus dat betekent dat we nog nauwkeuriger moeten gaan onderzoeken hoe we dat allemaal bij elkaar kunnen brengen en mogelijk met elkaar integreren. Want dat is eigenlijk ook onvermijdelijk, zou ik kunnen zeggen. En soms moeten er ook keuzes gemaakt gaan worden. Nou, er zijn veel uitdagingen voor de stad sowieso spelen er. Omdat we natuurlijk steeds meer mensen krijgen die in de stad gaan wonen. Rotterdam krijgt nog zo'n 50.000 woningen. En daarnaast zijn er ook een heleboel transities aan de gang. En een aantal van die transities die gaan nu versnellen door de COVID-periode. En een aantal blijven eigenlijk op hunzelfde niveau doorgaan. Maar wat je natuurlijk ziet in de COVID-periode is dat gebruik van die openbare ruimte, wat toch al zo groot was, is enorm toegenomen. Uh-huh. En ja, fysiek zie je dat natuurlijk met allerlei maatregelen. Ik weet niet of jullie al gezien hebben, de cirkels die er natuurlijk in het gras zijn. Ja. Nou, dat is iets tijdelijks, dat gaat weer weg. Maar bijvoorbeeld, en dat is wel een mooi punt hier, is ook de horeca. De horeca is natuurlijk een tijd dicht geweest, heeft iedereen ontzettend gemist. Uh-huh. En mocht natuurlijk niet allemaal binnen plaatsvinden, dus de horeca is naar buiten gekomen. Ja. Nou, op zich is dat natuurlijk supergezellig en ontzettend leuk. Maar ik maak me daar ook een beetje zorgen over. Kunnen we de openbare ruimte blijven gebruiken zoals die was? Of blijft de horeca een blijvend element in die openbare ruimte? Nou, na corona zijn dat is het risico, dan zijn de grootste uitdagingen weer weg. Want dan gaat iedereen weer terug naar het normaal. Ja. Hoewel iedereen zegt, dan dat gaan we nooit meer doen. Maar na de financiële crisis zag je ook iedereen weer heel snel in zijn oude gedrag vervallen. Aha, ja. Dus waar ik het meest zorgen om maak, is dat we eigenlijk vergeten hoe belangrijk die publieke ruimte nu voor ons is. Hè, ja. De afgelopen tijd ook is geweest. Mm-hmm.
Maar dat die dus eigenlijk altijd zo'n prominente plaats in onze leefomgeving moet innemen. De grootste uitdaging, dat is het verkeer terugdringen in de stad. I think that we are now in a special time, regardless of corona, where we are kind of fixing our addiction to cars. So we have a lot of space that is dedicated to a mode that we will hopefully use less and less. And we really need to realize what to do with this space and also how to create places that are based on other types of mobility. Nou, voor mij is wel duidelijk geworden dat, ik weet je dat op het nieuws dat je op een gegeven moment, dan werd er gesproken over, er zijn nu heel veel mensen die naar natuurgebieden gaan. En daar werd over gesproken alsof die mensen bezig waren iets slechts te doen. Maar eigenlijk waren die mensen gewoon bezig hun behoefte als mens te volgen. Namelijk, ze wilden eruit. Ze hadden ruimte nodig. Ze wilden vrij zijn. En je merkt dat er eigenlijk heel veel behoefte is aan openbare ruimte of aan landschap waarin je, nou ja, waarin je, ja, je kunt bewegen en waarin je die vrijheid voelt en ervaart en uitgedaagd wordt. Dus wat mij betreft heeft de pandemie heel erg onderstreept wat het belang is van goede openbare ruimte en ook voldoende maatvoering in die ruimte. He, waar je vroeger zou zeggen van, nou ja, een stoep van 2 meter is voldoende. Het blijkt dat je zegt, nou ja, een stoep van 4 meter in een winkelstraat is eigenlijk vrij aan de magere kant. Want je moet er gewoon elkaar ook kunnen passeren. Dus de maat en de behoefte van de openbare ruimte heeft het voor mij heel sterk onderstreept. De sport en recreatie die voorheen heel erg binnen was, is ook naar buiten gegaan. En dat heeft ook, vind ik, ook een enorm positieve bijdrage geleverd aan het stedelijk leven. En daar zou je gebruik van kunnen maken. Ja, wij zijn natuurlijk ook met die survey bezig geweest. En die studenten geven dus ook aan dat ze vooral dat sociale, openbaar en het groen zien als ze nadenken over de openbare ruimte. Welke 3 woorden komen bij jou omhoog als je over die openbare ruimte praat in de stad na corona? Kwaliteit. Dus dat openbare ruimte echt wel kwaliteit mag hebben. Mm-hmm. Daar mag in geïnvesteerd zijn. Okay. Ook in termen van dat het groen moet zijn. Verkoelend. En ik denk ook toegankelijk. Want ik vind, ja, inclusief bestaat niet, want er is altijd exclusiviteit. Het is nooit, ja, inclusief voor bepaalde groepen wel, maar goed. Ja. Dat is toch ook uitsluitend op een bepaalde manier. Ja. Dus ja, toegankelijkheid voor verschillende groepen van kwalitatieve, hoogstaande openbare ruimte. Ik denk voldoende maat. Dus een goede maatvoering. Inclusief, in de zin van dat mensen zich allerlei soorten mensen zich er thuis moeten voelen. Dus dat je ook als jij een wat gezetter lijf hebt, dat je gewoon lekker buiten gaat aerobiken. Dat is dat moet onze openbare ruimte ook zijn. En ik denk ook wel zacht en comfortabel. Vergroening is heel belangrijk. Om ook te zorgen dat mensen meer lopen en fietsen in de stad. Wateropgave is enorm belangrijk in het kader van klimaatverandering. Dus meer ruimte waar water opgevangen kan worden in de bodem. Logistiek, nou, het hoort eigenlijk een beetje bij verkeer. Dus het verkeer wat er nog is, wat onvermijdelijk is, echt onvermijdelijk. Dat zo goed mogelijk afwikkelen. Quiet. Slow and local. The spaces were emptied by people that just passed through the city, right? So all those people that just passed through because they commute to work or to studies, they disappeared. And the only people who stayed are people that want to stay in the space, to sit there, to do sports, to play. A lot of people just started to sport outside because they could not do it at the gym. And in that sense, this idea of people just going in 50 kilometers per hour through a space disappeared, and on average, only the very slow movement in public space stayed. So it's only people sitting or just strolling like us. And therefore it also became more silent and more local because it's only people who live there. Ja, groen, ruimte en kwaliteit, esthetiek. Ontmoeting. Ik denk dat wat je nu
zag dat de openbare ruimtes waren vooral ruimtes om, ja, met z'n tweeën, hè, ja, hooguit, ja, vooral op afstand van elkaar te, ja, van te genieten en gebruik van te maken. Maar ik denk dat dan weer de ontmoeting tussen mensen weer veel meer, ja, plaats zou kunnen vinden. Nou, misschien wel beweging, ja, dat ook wel een hele belangrijke is. Dat, ja, je echt een openbare ruimte hebt die uitnodigt tot bewegen, tot wandelen. Het is gezondheid, is wel ook een belangrijk goed. Ja. En ook iets waar de samenleving veel mensen in de samenleving actief aan moeten werken. Ja. En hoe mooi is het dan als je dat ongemerkt eigenlijk doet. Leefbaarheid voor iedereen. Nou, dat is eigenlijk al een extra woord. Leefbaarheid, eerlijke verdeling en goede kwaliteit voor iedereen. We have not only seen the increase in use of our public spaces, but also a change in the usage of public spaces. Public spaces became an important extension of our indoor lives. It became clear that people need these spaces to be free, and especially feel free to express themselves. First, we should ask ourselves, is this change here to stay? Or will we revert back to old habits once this pandemic is over? Or is it the moment to change? One could say that this time, due to the circumstances of the pandemic, we learned a new way of living. Time will tell if this is the case for our modern society. We need to fix our addiction to cars. It is clear that mobility plays an important role in transforming urban fabric. By decreasing the amount of cars in our cities, more space will be available for pedestrians and cyclists. We noticed a few keywords that were repeated multiple times when asked about what public space should be like. One of the most important criteria found in our research is inclusivity. Both greenery and accessibility are also significant subjects concerning the public space. If we want to accommodate the people's new needs, our public spaces need to be redesigned. We asked our interviewees, how do you envision these new types of public space? Heb jij voor je gevoel een kenmerk van een openbare ruimte of een publieke ruimte waarvan je zegt, ja, maar daardoor is dat een hele belangrijke ruimte? Het letterlijk in verbinding zijn, hè, en het weg kunnen kijken, dat zijn volgens mij dan kwaliteiten die mensen onbewust zoeken. Dus even boven het maaiveld uitsteken, zeg maar. Ja. En toch ook, maar ja, hoe dat werkt, weet ik niet, het kunnen ontmoeten van anderen zonder dat je opgesloten wordt? Nou, ik merk wel dat bijvoorbeeld als je woont in combinatie met goede openbare ruimtes, dat mensen wel denken, oh ja, als er weer zoiets komt, is wel, dan heb ik wel een fijner leven. Als ik gewoon aan een park woon of ik woon in een buurt van een landschap waar ik eruit kan, wat mijn levensruimte vergroot, waardoor ik een beetje kan bewegen, waardoor ik me gezond voel en ook kan ontspannen mentaal, dan heeft dat heel veel waarde. En ik denk dat nu dat belang van het bewegen en ontspannen in de buitenruimte is een hele prominente geworden. Nou, ik denk dat dus kwaliteit
dat we dat over het algemeen wel onderschat hebben. Okay. Dus dat we veel aandacht hebben besteed aan, is er überhaupt openbare ruimte? Mm-hmm. Kunnen mensen daar überhaupt komen? Maar niet alle openbare ruimte is even aantrekkelijk om te komen, mm-hmm. Ja. Is even veilig, dus geeft een veiligheidsgevoel, mm-hmm. Waardoor je er graag bent. En dat zijn ook allemaal kwaliteiten van de openbare ruimte. Het besef, deze plekken, die doet iets met je. Ja. En dat is vaak, dat zijn onbewuste handelingen, zou je kunnen zeggen. Maar het is geen toeval dat mensen, zeg maar, bepaalde plekken meer hebben opgezocht dan anderen. Is it important to design spaces in the future more flexible? Yeah, so I think it is interesting. In recent decades, we kind of started to feel that everything should be permanent, should be forever, but it wasn't in the past. In the past, we just adapt your house, suddenly your house will become a shop, and then when the shop didn't work, you would make it a house. And I think that we can bring it back to public space. Ja, het dominante sociale verhaal, er zitten misschien wel een aantal gebruikstypen in die, zeg maar, we waarderen met z'n allen. Ja. Maar goed, dat is één kant. En er zijn nog een aantal andere gebruikstypen. Bijvoorbeeld gewoon, ja, het hangen van ouderen of van jongeren. Ja, precies. Ja, die veel minder gewaardeerd kunnen worden. Maar goed, dus hoe ga je daar die afweging in maken? Ja. Hoe ga je daarvoor zorgen? En dat vraagt nog wel een stuk openheid. Denk ik ook, om het beheer juist los te laten. Mm-hmm. Om gewoon maar eens te kijken wat er gebeurt. Ja, en dan daar het evenwicht in vinden. Je maakt plekken voor buurten, die buurten ook echt kunnen toe-eigenen. En nou ja, dit soort lijnen zijn eigenlijk voor de hele stad, hè? En net als de stadsparken. En daar zoek je natuurlijk altijd naar het maken van verschillende ruimtes, die verschillend gedrag ook uitoefenen, verschillend gebruik ook genereren. En waar je juist ook die balans zoekt tussen waar je grote massa hebt en plekken die wat stiller zijn. Look, I do like this idea of flexibility in the way we live. So one of the biggest problems of mobility and traffic in cities is because we all at the same time need to leave the house and go mostly to the same place. So in Delft, all students need to go at the same time to the campus. And that's why even that everybody cycles, there is congestion of bicycle lanes. And I like that we experience that it's possible to live more flexible life. Technology helps, right? Because we have all these online tools to do it. We also realize that it's not really important to physically always meet. We can also just keep it local, meet the people that are around us, have someone jump on Zoom call. In that sense, I believe that we did learn. It will not change the big picture, but we did learn that there is a way to maybe keep our timing and the way we move in the city more flexible. Denk je ook dat in de toekomst er andere soort publieke ruimtes komen of anders worden gevormd? Je zag ook de plekken waar mensen elkaar opzochten, hè? Ook al moest je afstand houden. Ja. Ja, ik heb daar geen studie van gemaakt, maar je leest veel en je kijkt natuurlijk zelf ook goed rond. Dat waren toch vaak de ruimtes waar je kon verblijven in meerdere opzichten. Een dijk werd bijvoorbeeld dan vroeger gebruikt als verdediging tegen het water natuurlijk. En het wordt nu dan meer gebruikt als recreatie. Nou, ik zie dit denk ik als een mooie opgave voor de ontwerpers van de toekomst. Dat je veel meer vanuit die notie ook naar je nieuwe ontwerpen gaat kijken. Hè? Dus precies wat jij zegt, de dijk was... Ja, dat was gewoon om het water tegen te houden en verder had je er niks te zoeken. Nee, ja. En nu blijkt die dijk ook een drager te zijn van, van wat? Geef er maar woorden aan, hè? Ja. Maar ook dat het mensen meer biedt dan droge voeten. Namelijk iets waar je op kan verkeren, waar je op kan bewegen, waar je letterlijk om je heen kan kijken. Ja. En ik denk dat soort noties in het ontwerp veel meer een plekje moeten krijgen. I really like this idea of, nothing changed, it's just not underground anymore, mm-hmm. Right? So just trying to live with the water, not just like... And make it a nice public space. Yeah.
Well, it has two functions, of course. So it has the function of well, a public space and to solve the water problem. Yeah. And also what I like is that it's not, instead of looking at it as a water problem, it looks at it as a water opportunity. Opportunity. Yeah, right? Yes. And this is really, instead of spending all your money on underground solution, you're creating a public space with it. I think it's a very smart idea. Again, I don't know how much you can replicate it in many places and how much it costs compared to the old system, but it definitely shows the way we need to start thinking in a holistic, integrated way. And this is, I mean, this is the role of the designer, right? Daarbij kom je dus ook op het punt dat we gewoon met veel mensen op een klein oppervlak zijn en dat, het, dat, ja, is waar, ja. Dat die parken dus ook wat overbezet zijn. Ja, precies. Dus als er nu meer publieke ruimte wordt ontworpen waarbij je ook wat meer verspreid ervan gebruik kan maken, ja, dan is die enorme druk op die parken bijvoorbeeld of die plekken die we hebben, die wordt gaat ook er dan wat van af. Ja. Ja, precies. Zouden die openbare ruimtes dan ook weer andere functies krijgen omdat we misschien nog weer meer dat gaan gebruiken? Ik hoop dat het niet als restruimte wordt ontworpen, maar dat het gewoon echt als een volledig volwaardig onderdeel van een ontwerp. Hè? Dus als je een plot ontwerpt, dan moet die openbare ruimte en ook de publieke toegankelijkheid moet er eigenlijk essentieel onderdeel van zijn. Is er nog een andere eigenschap die je dan echt kenmerkend vindt voor zo'n nieuw type openbare ruimte? Nou, dat ook wel grootschalig aangepakt mag worden. En ik denk ook dat veelal samengaat met, dat is niet alleen gemeentelijk geld wat daarin zit. Dus dat zijn ook investeerders. En ik denk dat gemeenten ook veelal sterker in hun schoenen moeten gaan staan. Ja. Om te zeggen van ja, maar jongens, wij willen wel dat het voor iedereen bruikbaar is of voor iedereen leuk en interessant om hier te komen. And can you use this participation in urban planning as well, where you also let people decide on what has to be built? Yeah, but if we don't fix the system, it will never work. So what happens now is that we find those ways in which we let them choose something. Mm-hmm. But then it's very limited. It is not really empowering in most cases. Not empowered, you know, they come and you let them choose if they want the tree here or there. But and the designer looks at it and he's like, no, we're doing it there anyways. Yeah, because I learned it and I know that that's what we should do. Now, the problem is that then it's superficial and we also don't have real understanding what is the questions that we need to ask. So you ask them either very superficial questions or very big questions that they are not equipped answering. Mm-hmm. Instead of asking them what you feel, or what makes you happy, or what moves you, or what makes you excited in a city, we ask them, do you prefer water or do you prefer a road? En dan denk ik dat ontwerpers gewoon ook een interessante rol kunnen vervullen. Voor bouwkunde. Ja, zeker. Ja, want trek die opdrachtgevers maar gewoon aan hun jasje. Van, als je echt denkt van ja, dit is, hier zou meer kunnen en dat zou eigenlijk vanuit een ander perspectief moeten worden ontworpen. Zeg het maar gewoon en ga de discussie maar aan. En je weet niet wat er eventueel uit gaat komen, maar het is heel vaak dat ik merk dat soort discussies worden vermeden, omdat dat nou eenmaal binnen dit project niet meer mogelijk of haalbaar is. Ja, precies. Maar als iedereen dat altijd bij elk project zegt, dan gaat een ander project, wordt ook de kans dat een ander project weer precies zo verloopt, is dan ook veel groter. Dus je moet eigenlijk altijd op alle deuren blijven kloppen die er zijn. Ja, precies. Wat zou uw visie zijn voor deze openbare ruimtes die nu nog na de pandemie opnieuw gebouwd zouden kunnen worden? Nou, ik denk dat 80% van wat er nu ontworpen en ontwikkeld moet worden, dat is eigenlijk verdichting en transformatie van de bestaande stad. Er is heel weinig wat eigenlijk stadsuitleg is. Als je gaat ontwerpen in Afrika is het een heel ander verhaal. Want daar is nog een enorme verstedelijking die op de rol staat. Dus dan moet je ook echt gaan denken over nieuwe steden en dergelijke. Maar in Nederland dan denk ik echt dat 80% binnenstedelijk is. Dus het gaat vooral heel erg om van hoe kun je de dingen veranderen, aanpassen, verbeteren. Rotterdam is improving tremendously and a lot of places are improving. I think technology is just making
it easier to ignore the fundamentals. So mixed use places, density, everything that Jane Jacobs said, walkable neighborhoods. We already know it's the answer. We can keep inventing new technologies to you know, show people, hey, look, there is a self-driving car. Yeah. No, we can invent more technologies that will might promise people that there is another way, yeah. But very quickly they discover that they go back to the old ideas. So I'm all in. I love technology. I'm a geek, and I love using technology to monitor and measure things. I just think that we need to use it for the fundamentals and the things we already agree. Ja, je moet in een publieke ruimte moet je het gevoel hebben dat je welkom bent. En dat zie je dat veel plekken worden nu toch wel ontworpen. Het zit natuurlijk ook vaak ingeklemd hè, door allerlei andere functies. Ja, dat komt een beetje van die tussenruimte natuurlijk. Dat komt van die tussenruimte af inderdaad. En dat is ook wel goed dat je een zekere zin van sociale controle hebt op die publieke ruimtes. Maar het is even de vraag hoe sterk moet die controle zijn en hoe uitsluitend is dan die controle? Ja. We nu ontdekt hebben dat de hang naar buiten, de hang naar openbaar, dat echt wel, ja, in onze genen gaat een beetje ver. Mm-hmm. Maar dat echt wel heel belangrijk is voor ons, ja. Als bewoners van Nederland, bewoners van de stad. Ja. En dat waardeer ik heel erg. Ik denk dat echt iets is waar we ons oog op moeten houden. En daar liggen echt kansen voor de toekomst. Okay. Als het gaat over klimaat, als het gaat over gemeenschapsvorming, onderling vertrouwen, ja, dan is openbare ruimte zo belangrijk. Ja. Dat kunnen we niet afdoen met een soort van restruimte. Dus nee, de restruimte precies, naast de winkels. Ja, precies. Nu is het ook vaak gewoon een soort tussenruimte dat niet bepaald is, ja. Natuurlijk. Ja. En ook van ga je ook met bepaalde culturen misschien, hè, wil je dat mensen hier bijvoorbeeld kunnen gaan barbecuen? Ja. Willen we dat hebben of een niet? Een insteek, zeg maar, van die... Ja. Openbare ruimtes. Ja, dus ik denk dat er meer ook bij openbare ruimtes moet worden nagedacht van voor wie ga je dat nou ontwerpen? Is dat voor de directe omwonenden? Is dat ook voor bezoekers, voor een wijder? En ja, wat voor activiteiten zouden daar moeten mogen plaatsvinden? En als dat dan veel niet mag, als je veel weg ontwerpt, ja. Dan moet je ook denken, ja, waar kunnen de mensen dat dan wel doen? Ja. En zijn er dan andere plekken waar ze dat wel kunnen doen? En dat is wel het gebrek aan, of de behoefte aan coördinatie die daar is. Want als je dat alleen maar, hè, ontwerpers zijn dan vaak bezig en ontwikkelaars met een gemeente, met iedereen die heeft zijn eigen plotje. Ja, dus als iedereen alles zo ontwerpt dat in ieder geval dat wat diegene daar wil accommoderen daar past, maar niemand zicht heeft op het geheel, ja. Dan dreigen er misschien mensen buiten de boot te vallen. Ja, precies. Hoe ontwerp je juist dan deze goede openbare ruimte? Ja, ik had het net al over het belang van geïntegreerd ontwerpen. Dus we hebben echt de gemeenschappelijke kennis van heel veel ontwerpers en deskundigen nodig. Omdat de zaken gaan overlappen. Hè? Dus alleen een goed gebouw of een mooie straat zal niet meer voldoen. Hè? We moeten dat ook op een hele duurzame manier gaan bouwen. We moeten alle oppervlaktes van gebouwen gaan gebruiken. Ik noem dat zelf ook, de productiviteit van de architectuur moet toenemen. Maar dat in samenhang. Hè? Een stad is een samenhang tussen de gebouwen, de publieke ruimtes, de pleinen, het groen. En er zitten ook allerlei op stadsniveau productieve kanten aan. Dus we willen heel graag dat de mensen die in de stad wonen ook daar kunnen werken, bijvoorbeeld zoveel mogelijk. Hè? Dat er voldoende onderwijs is. Dus het gaat ook over publiek programma mee laten groeien met de ontwikkeling van de stad. During the pandemic, we experienced an increased need for qualitative and flexible public spaces. The aspect of flexibility became especially important because of the rapidly adapting measures and therefore the continuous change in the usage of spaces. These spaces may no longer be considered as insignificant and undefined as before, but have to be designed keeping quality and users in mind. So how can we bring good quality into both new and existing public spaces?
The design of public spaces can also contribute to solving dilemmas such as climate change and social inequality. This is where interdisciplinarity becomes very important. To design an integrated space that addresses multiple issues, you have to step outside of your bubble and incorporate various disciplines. We cannot design every public space in the same way. Different projects require different approaches, in which participative design needs to play a more important role. Furthermore, different types serve different goals and should all be considered and incorporated in the design of public space. This way, the city can accommodate the widespread wishes of the users. In some cases, this wish for quality and recreation clashes with the need for mobility. So how can we design the mobility plan for dense urban fabrics in such a way that it does not come at the cost of our public spaces? Ook dat de mobiliteit gaat veranderen door corona binnen de stad of juist buiten steden, dat we bijvoorbeeld minder met de auto gaan of dat mensen meer thuis blijven werken. Ja, daar zijn verschillende verwachtingen aan. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik denk dat het wel een blijvend effect heeft, maar er is in de zin van dat een hele grote groep mensen die een baan hebben waarbij je thuis kan werken, die gaan nooit meer straks en masse 4-5 dagen in de week naar een kantoor en een uur in trein of auto zitten. Ja, dus het zal wel iets afnemen, maar ik denk dat in bepaalde sectoren werd er al wel met enige regelmaat thuis gewerkt. Ja. Ik denk dat in sommige sectoren dat nu net iets vergemakkelijkt is geworden en dat het wantrouwen van werkgevers eraf is. Maar tegelijkertijd denk ik dat we best wel weer veel met z'n allen gaan reizen. Dus dat ook het wegverkeer en het openbaar vervoer. Ja, openbaar vervoer als echte universiteiten ook weer open in de hogescholen. Dan gaat vanzelf eigenlijk alles ook weer. Ja, ik denk dat die treinen weer snel vol zitten. Ja. Nou, ik denk eigenlijk ook alweer dat weer om die pockets eigenlijk van mensgroepen gaat. Mm-hmm. Die daar zeker nog wel een tijdje last van gaan hebben. Ja. Dus die echt wel degelijk angst voor corona ervaren, angst voor andere mensen ervaren. Ja. Ja, die zie ik niet snel terugkeren naar hun oude type van mobiliteit. Dus ik denk dat die, noodgedwongen misschien, maar wat meer bij elkaar zullen blijven. Misschien wat minder op reis zullen gaan. Ja. Dat niet zullen laten, maar wel minder zullen doen. Dat denk ik wel. Tijdens die pandemie dat heel veel mensen gewoon niet meer met het OV wilden reizen. Ja. Omdat ze daar toch dachten van nou, dan zit ik te veel met mensen op elkaar en dergelijke. Dus dat is wel even weer een stap die er gemaakt moet worden. Dat mensen weer vol vertrouwen het OV gaan gebruiken. Maar uit onderzoek in tal van landen met verschillende welvaartsniveaus blijkt dat mensen altijd een bepaald deel van hun inkomen en een bepaald deel van hun tijd mobiel zijn. En ook al hebben ze alle voorzieningen op loopafstand, dan nog gaan mensen mobiel zijn. Je ziet, ik denk bijna een explosie aan elektrische fietsen, elektrische steps, elektrische scooters. Dus ik zie eigenlijk dat er niet dat de metro's en de trams vol zitten. Het autoverkeer is natuurlijk tijdens de pandemie best in stand gebleven, omdat mensen niet meer met openbaar vervoer gingen. Maar ik zie vooral dat er heel veel meer op individueel niveau bewogen wordt door de stad. Ja, veel meer fit to size. Omdat namelijk het een enorm voordeel is als je heel makkelijk kan switchen. Dus je loopt
En in één keer kom je erachter van shit, ik moet naar het station, want daar kan ik een hoogsnelheidstrein pakken. Dat je gewoon een deelfiets op straat kan pakken en die op het station ook weer kwijt kan. Ketenmobiliteit, dat is niet van wat denk ik. Ik weet bijna zeker dat ketenmobiliteit de mobiliteit van de toekomst wordt. Ik denk dat de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren toch wel is dat we echt in verkeerssystemen zijn gaan denken waarin je kunt overstappen. Dus multimodaal. En dan is het niet alleen het optimaliseren van alles voor het een of het ander. Maar dat je ook dat je netwerken creëert. Hè? Dus als je alle verschillende modaliteiten goed op elkaar aan laat sluiten, dan is het natuurlijk wel mogelijk. En de digitalisering heeft ons daarbij ook geholpen. Wat denkt u dan van de 15-minute city? Kent u dat concept? Zeker, zeker. Ja, ja, ik vind dat heel interessant. Het is ook inmiddels al een soort van wijdverspreide gedachte. Hè? Je merkt dat heel veel mensen dat kennen. I love it. First of all, I mean, what I love about the idea is that it captures two very important things in urbanism that are always being separated when you plan. So you have the mobility and you have the places, and they are being brought together. So if you have a neighborhood that is not a 15 minutes neighborhood, so you cannot reach everything within 15 minutes, you have two ways to solve it. You can either create shorter path or route to those places, or you can build more of those destinations in the neighborhood. And it is lovely because then you see that the solution is not always building more or creating more roads, but actually the mixed use. Maar dat is een idee wat we in Nederland al eigenlijk decennia omarmd hebben, alleen we noemden het niet zo. Okay, yeah. We noemden het wijkgedachte. Mm-hmm. Dus we zeiden van mensen moeten toegang hebben tot verschillende sociale groepen, maar ook tot alle voorzieningen in de wijk. Ja. Dus dat is een idee wat bij ons in termen van stedenbouw en beleid al heel bekend is. That's something I really like about the Netherlands. All you need in order to get anywhere in the city is a 80 euro bike, right? Or even cheaper. You can get it for cheaper. And then basically, quite safely, no matter where you live in the city, you can reach anywhere. This is not true in most places. And therefore, I do see something very democratic in the way Dutch cities are shaped around walking, cycling, and public transportation. You can see very poor people cycling next to bankers or politicians. And in this sense, I think it's a great example of how a country that is still, I mean, it's not communism, right? I mean, it's a capitalistic country, it's a very market-dominated country, and yet we shaped our public space. Not always, I mean, we still have a lot of cars, but we give the opportunity to anyone to cycle anywhere. And you do see that it is a very equal way of moving. And so it's kind of like cycling or the bicycle path is a great equalizer. And it is beautiful. Maar er is al lang investeert Rotterdam juist niet alleen in die fietser, maar juist ook in de voetganger. Dus wij hebben, want iedereen is uiteindelijk voetganger in deze stad. En daarvoor hebben we ook een loopagenda ontwikkeld. Om het lopen niet alleen voor de lol, zeg maar ook naar je werk. Eigenlijk op heel veel verschillende aspecten om dat lopen te bevorderen. Als je kijkt naar de steden zoals ze nu georganiseerd zijn. Voor de auto is het recht van de sterkste. Een auto die kan overal voor de deur parkeren. De fiets heeft inmiddels ook zijn plek verworven. Maar als je kijkt van hoe het zit met voetgangers, dat is echt hopeloos. Er is vaak gewoon nog maar een strookje van 30 centimeter over, waar vaak ook nog de tegels los liggen. En dan heb ik het nog helemaal niet over de sociale veiligheid van routes. Want een auto, je zit eigenlijk in een tank, dus je kan overal rijden. Maar als jij voetganger bent, ben je veel meer exposed. En als routes onveilig zijn of openbare ruimte is onveilig, dan mogen kinderen van hun ouders niet meer buiten spelen. En dan krijg je gewoon een enorme grote achterstand. Fysieke achterstand, maar ook geestelijke achterstand. Hè? Als je op jonge leeftijd te weinig beweegt, dan gaat het ten koste van je hersenontwikkeling. Het begint eigenlijk al vaak op straat. Dus als je nu in veel wijken gaat kijken op straatniveau van wat daar is, dan zie je dat
ondanks dat mensen misschien niet veel geld hebben voor het huis, toch ook wel een auto hebben. Dan is er geen geld voor parkeeroplossingen, dus staat die auto op straat. Dus heel veel straten zijn gewoon verworden tot twee kanten dwarsparkeren. Nou, dat noemen wij een parkeerplaats. Dus het is niet meer een straat waar een kind veilig kan spelen, maar je hebt gewoon overal dwarsparkeren. Waar als een auto uitsteekt, schep je iemand die op de fiets zit. Onbedoeld, zou ik maar zeggen. Dus je ziet dat ook gewoon op straatniveau. De belangen heel erg richting die auto zijn gegaan. Dus je hebt in heel veel wijken, denk ik, een hele belangrijke opgave te gaan. Om gewoon weer de straten, directe ruimte rond de woningen, tot publieke aantrekkelijke ruimtes te maken. Waar ook kinderen veilig op straat kunnen spelen. En ik denk dat het wat dat betreft natuurlijk ook voor de kinderen is het nog heftiger. Weet je, als je kinderen in die coronatijd allemaal binnen gaat opsluiten en met een iPad de tijd laat doorbrengen. Nou, ik heb zoveel foto's gezien van kinderen die zo waren, die opeens zo waren na een paar maanden. Dus dat lijkt me niet echt gezond. Nee. Dan zijn ze niet besmet geraakt, maar zowel mentaal als fysiek hebben ze natuurlijk enorm te lijden gehad. Onder het feit dat ze geen goede uitloopmogelijkheden hadden. En zijn er bepaalde aspecten al waar je direct aan denkt van dat kan echt bijdragen bij het ontwerpen van een meer inclusieve wijk en openbare ruimte? Nou ja, dus in ieder geval wat heel belangrijk is, is het terugdringen van de auto. Dus als je zegt van we maken die 15 minuten stad, wat zo ontzettend goed daaraan is, is dat je niet hoeft te betalen om 15 minuten te bewegen. En als je binnen die 15 minuten bewegen alles kan vinden wat je nodig hebt, dan is dat dus gelijk ook een inclusieve stad. As a direct result of the pandemic, we saw a crucial change in mobility. Trains and other public transportation were empty during the lockdown, and people stayed close to their homes. Mobility will become more fit to size and in chains. This means that different types will be connected to each other and can be used efficiently together. Digitalization is supporting this transition. Also, other more individual types of mobility, such as electric bikes and scooters, became more popular. Can this change in mobility be a lasting effect? We have experienced that in some cases, working from home is more convenient. This means that less people will travel back and forth to work each day. If we change our travel behavior, our mobility systems should change along with it. Instead of making transportation easier, we can also focus on a better distribution of services. This way, we do not have to travel long distances, but can walk or cycle to all our needs. The 15-minute city concept also has potential to create a more equal city, because you do not need a car to get around. Inequality also plays a role in mobility. More vulnerable people are struck harder by the pandemic and may still be avoiding public transport because of health reasons and therefore be less mobile. Certain types of mobility are also less affordable. Inequality isn't limited to mobility, of course. We find it in our public space in general. How can we tackle this problem and create a fairer world through design?
I think with the pandemic, a lot more people celebrated these spaces. Yeah. So, well, that's great. But is there inequality of accessibility to these places? Yeah, absolutely. If you have money and you can afford a good house or a good location, mm-hmm. you are much more likely to be able to cycle and walk to work because you just live closer to the city center. You are much more likely to have nice and maintained park next to you, even in the Netherlands, which is quite high quality mm-hmm. and a more equal society. Nou ja, er zijn toch wel behoorlijk wat stadsbuurten waar ja, eigenlijk weinig toegang is tot openbare ruimte. Of wel toegang is, maar geen toegang is tot goede, kwalitatief hoogstaande openbare ruimte. Ja. Waar je bijvoorbeeld in de schaduw kunt zitten of waar je je veilig voelt of waar het schoon is. En ja, dat is denk ik wel iets wat dit ons heeft laten zien, dat echt heel belangrijk is. Ik denk dat corona heeft laten zien hoe kwetsbaar sommige groepen zijn. Je zag corona als het ware de latente verschillen tussen wie redt zich wel en niet, die werden steeds zichtbaarder en ook uitvergroot. Dat is wel zeker het geval en het is even de vraag van ja, kunnen we die ongelijkheid nu weer inhalen? Ja. Of blijft dat doorwerken? Dus ik wil er helemaal niet cynisch over doen, maar je moet altijd ook eraan voorbij blijven kijken. Ja, als de groepen die dat kunnen zichzelf goed organiseren en dan wel bijvaren, wat vraagt dat of wat betekent dat voor mensen die dat vermogen niet hebben? Nou ja, vanuit mijn vakgebied, vanuit de sociologie, mm-hmm. wij kijken alleen maar naar ongelijkheid. Ja, en naar machtsverdeling en naar verdeling van middelen, bronnen en andere elementen die het bestaan aantrekkelijk maken. Ja. En als je openbare ruimte ziet als één van die bronnen die we met z'n allen tot beschikking hebben, dan is het wel duidelijk dat sommige groepen daar gewoon minder toegang toe ervaren, is het misschien. Want iedereen heeft, zeker in Nederland, gewoon toegang mm-hmm. tot plekken. Maar zijn dat voor iedereen hetzelfde type, dezelfde kwaliteit? En daarom vinden wij het ook zo ontzettend belangrijk dat die onbetaalde openbare ruimte. Hè? Dus waar je gewoon kan zijn, vertoeven, waarin je de stedeling kan zien en waarin je buiten kan zijn, dat die ook in een goede balans blijft met alle andere voorzieningen die er nu in de buitenruimte aan het plaatsvinden zijn. Nou, een heel klein punt misschien, maar wel heel belangrijk, is bijvoorbeeld de toegankelijkheid van toiletten en de voorziening van openbare toiletten. Wat je nou zag was dat op een aantal plekken zijn gemeenten ertoe overgegaan om openbare toiletten te plaatsen, tijdelijk voor corona. Maar die worden nu weer weggehaald, omdat de horeca nu weer open is. Alleen met die toegankelijkheid van die horeca, daar hangt natuurlijk altijd een prijskaartje aan. Ja. Dat is niet voor iedereen. En dat is niet zo toegankelijk als wat er was misschien. Ja, precies. En over die ongelijkheid, heb je een idee hoe we dat dan ook echt kunnen oplossen? Of daar iemand verantwoordelijk voor is of wie dan bij jou eigenlijk dat vraagstuk zou moeten oplossen? Ja, goede vraag hoor. Ja, inclusiviteit staat super hoog op iedere beleidsagenda. Op alle fronten wordt gesproken over inclusiviteit. Okay, en dat gaat dan vaak over toegankelijkheid. Dat was eerst het woord dat we ervoor gebruikten en nu gaat het over inclusiviteit. Wie zou dat moeten oplossen? Ja, daar zijn verschillende ideeën over, die je ook weer spiegeld ziet in het politieke spectrum. Ja. De ene groep die zegt, mensen zijn zelf verantwoordelijk, die moeten dat zelf doen, die moeten zich bijvoorbeeld ook invechten en die moeten dat zelf doen. En een andere groep zegt, maar de middelen zijn ook niet eerlijk verdeeld, dus laten we kijken of we daar op het gebied van onderwijs of openbaar vervoer inderdaad wat kunnen betekenen. Dat is eigenlijk een hele politieke vraag. Wie dat zou moeten oplossen. En denk je dat een gemeente daar bijvoorbeeld ook een rol in kan spelen om daarin te sturen? Of moet het vooral dan vanuit de burgers komen? En is dat ik denk lokaal gezien dat wel heel belangrijk wordt. En dat daar een gemeente wel ook zeker in kan bijdragen. Okay, want het blijkt ook uit allerlei onderzoek dat de burgemeesters, zeker van de grote steden, die kunnen heel veel, die hebben heel veel sturingsmacht. Ja. En heel veel politieke macht. En die kunnen ook echt een verhaal over hun ontwikkeling naar hun hand zetten. En dat is wel heel interessant eigenlijk om te kijken of middelgrote plekken zoals bijvoorbeeld Maassluis of Delft of Nieuwegein, of dat daar ook kan gebeuren. En
Let's also remember that the decision makers and the people that are more well off, and it's including us, people that still have jobs and people that study professions like design, that are the more, let's say, the lucky people, the people that will still have jobs, they also tend to not suffer from the pandemic, and also later on make the decisions and shape the story around it. How can we reduce this inequality? We need to make use of the tons of space that we have. So we just worked on a rooftop garden. That's easy. All rooftops in Rotterdam, or many of them, can be turned into green. But I think that's what we need to do later. Now we can use all this empty space that we have. Now it is being used to store metal boxes of people moving from place to place. We call it a car. Mm-hmm. We can move it. And we can change, like this street, we can just turn it into a park. And we have so many of those streets. I mean, just the other side of the tracks, we have another street that can be changed like that. And we have, this street continues through the entire neighborhood, and we can do it as well. So there are so many easy ways. I think we're still choosing the maybe technically more complex solutions, like building on rooftops, but there are definitely much more politically easy solutions, but that's not what we need. We need on street level, on eye level, more green spaces. In San Francisco kwam ik de strategie tegen van de POP, de privately owned public space. En daar zeggen ze bijvoorbeeld, wij maken onze lobby's van kantoorgebouwen, daar leggen we de grens van de toegang veel verder terug. En daar mag je gewoon gaan zitten. Er zijn tafels, er is wifi, je wordt niet weggejaagd. En er zijn ook bijvoorbeeld warenhuizen die daar hun daken toegankelijk gaan maken. Dus je op het dak mag komen. En dat is nadrukkelijk wel op afspraak van publiek toegankelijk. Wat natuurlijk iets anders is dan een privately owned public space. Hè, waar bij wijze van spreken s'avonds het hek dicht wordt gezet. Hè. Een leuke binnentuin, maar na 8 uur alleen nog voor bewoners. En in de publieke ruimte zelf moeten ook voorzieningen toegevoegd worden, nog nadrukkelijker. Hè? Dus weer banken en een tafel waar je eigen zelfgemaakte lunchpakketje kan opeten. Hè? Niet alleen maar terrassen. Ik zie natuurlijk nu post-covid, post zijn niet. Hoeveel terrassen er over het algemeen bijgezet worden. En dat het heel zielig is voor de horeca-ondernemers. En dat we nog meer terrassen moeten plaatsen. Maar moeten we juist ook nog veel meer niet-terrassen tussen. Dus banken waar je niet voor hoeft te betalen om te zitten. Dus wat dat betreft moeten we zorgvuldiger nog zijn met nadenken over voor wie de publieke ruimte allemaal bedoeld is. En niet alleen maar hele beschaafde mensen die een ijsje zitten eten, maar dat we met z'n allen gebruik moeten maken. Je zegt natuurlijk, wij moeten erover nadenken. Heb je een beetje een idee van wie wij zijn? Wie ze verantwoordelijk misschien juist voor deze Gemeenten helpen al enorm door eigenlijk te zeggen, nou, een van de allergrootste ruimteverslinders in de publieke ruimte is de auto. Dus als je nieuwe ontwerpen maakt, ben ik met mijn bureau ook altijd heel erg mee bezig, die auto's die moeten weg. Die moeten of onder de grond, of die moet je een beetje clusteren. Die wil je niet, die wil je zo weinig mogelijk je plangebied in hebben. Maar ook bestaande straten, daar die auto uit gaan weren en meer bundelen. En het moeilijker maken om hard te rijden. Dan kan je ongelooflijk veel ruimte winnen. Want dat is eigenlijk ook wel, blijkt ook wel elke keer weer uit onderzoek. We hebben heel veel publieke ruimte. We verdelen hem alleen niet goed onder de mensen. The pandemic has increased the inequality in our society. People became more dependent on their immediate surroundings and environment. This created a disparity in the accessibility of public space. In addition, gentrification worsened this situation. It is difficult to determine who should solve this complex puzzle. This problem is recognized by both the citizens and policymakers, according to their policy documents. Interaction and mutual support between municipalities, businesses, and citizens is essential to solve this problem.
Public toilets and catering industry are examples of services in a public space that have undergone change multiple times during the pandemic. Conflicts occurred over the use of these services. Restaurants, for instance, started to occupy public spaces for their terraces, which decreased the accessible free space. People have to start to pay in order to enjoy their public space, which was once free of charge. It is important to remind ourselves that people in privileged positions, like most policymakers, were, to a certain level, unaffected by the safety measures taken to cope with the pandemic. As a result, the influence of certain measures were not felt equally by all the people and caused the perspectives on the influence of the pandemic on our daily lives to drift apart. Less fortunate people suffered more from the inaccessibility of public space. They could not make use of public spaces that they used to frequent and did not have any space of good quality around their homes. So how did this affect their behavior and their view on the importance of public space? We hebben natuurlijk allemaal in een coronapandemie gezeten met een lockdown. Denk je dat dat ook echt het gedrag van mensen heeft veranderd? Hoe ze de stad zien of hoe ze naar zo'n openbare ruimte gaan? Ja, mensen zijn wel de stad anders gaan waarderen. En ook de directe leefomgeving zijn ze anders gaan waarderen. Oh, precies, en dat is wel heel leuk om te zien. Ook leuk om te zien dat je... Dat mensen ook in Nederland bijvoorbeeld hele leuke vakanties kunnen hebben. En dat ze echt op plekken komen waar ze voorheen nog niet waren geweest. Ja. En tegelijkertijd hoor je natuurlijk ook de natuurliefhebbers bijvoorbeeld klagen. Van ja, het is zo druk in het bos. Ja. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld het sporten. Sporten deden heel veel mensen in sportscholen. En daarnaast waren er natuurlijk wel bootcamps en mensen die rennen en dergelijke. Maar doordat het uit die sportscholen moest... Zij hebben heel veel mensen hun abonnement opgezegd. Iedereen traint nu buiten. Hartstikke leuk, al die actieve mensen. Maar tegelijkertijd ook weer mensen die ruimte claimen. Het is een beperkt aantal openbare ruimte natuurlijk. Wat op een gegeven moment. Die wordt ingenomen. Wat je ook wel merkt, parken die zijn natuurlijk primair ook wel eigenlijk voor een soort rust. Hè? Je wil daar mensen ontmoeten, maar je wil eigenlijk ook wel relaxed. Heel veel mensen willen ook rust zoeken in een park. En ja, al die hijgende, zwetende en ook met name gillende instructeurs van al die bootcamps die alleen maar iedereen energie aan het inpompen zijn. Dat wordt ook niet... Een uurtje is niet erg, maar als dat de hele dag doorgaat, merk je daar wel dat dat bij een aantal... Dat wel conflicten oplevert. Ja, en is dat iets van gewenning? Dus dat nu die groepen met die activiteiten plots bij elkaar zitten... Dat ze dat ook niet gewend zijn en dat er daarom misschien wat conflict zit? Ja, dat denk ik wel, want Rotterdam heeft natuurlijk altijd heel veel ruimte gehad. En ook heel veel openbare ruimte. En die werd lang niet zo intensief, 10 jaar geleden werd die niet zo intensief gebruikt als nu. Dus daar is echt wel een verschil in gekomen. Dus dat betekent ook wel dat die hele stad zich even weer moet resetten. Van hoe gaan we dit nou met elkaar doen? Het feit hè, dat je gewoon dat veel meer mensen zijn gaan buitensporten, vind ik ontzettend gezond. Om twee redenen. Ook gewoon omdat zien sporten, zien bewegen, is ook gewoon dat je het ook gaat doen. Dus het feit dat je het ziet, is denk ik een heel belangrijke factor voor mensen om te denken, hé, wacht, dat is misschien ook wel iets voor mij, weet je wel. Dat is als iedereen in het Central Park aan het hardlopen is, waarom zou je dan niet gaan hardlopen? Nee. Als iedereen fietst, waarom zou je dan niet gaan fietsen? Dus ik denk dat we moeten ervoor zorgen dat blijvertjes zijn. Dat uiteindelijk dat sporten in de buitenruimte, dat ook gewoon blijft en dat niet meer teruggaat naar die... Nee.
airconditioned ruimtes binnenin. Dus op de dijken was het denk ik veel drukker. Hier bij Nijmegen hebben we een soort stadstrand en zo. Ah ja, dat ken ik, ja. Zo'n ja. trap die afloopt naar het water, weet je. Daar kwamen de mensen bijeen. Ook in de parken in de grote steden. Dus de behoefte, misschien biedt dat ook wel een soort gek soort troost of zo, hè? Dat je in een omgeving kan verkeren waarin ja, verschillende zaken samenkomen. En, maar het is geen toeval dat mensen elkaar daar juist opzochten. Ik denk dat wij in Nederland veel meer nu het belang van openbare ruimte zijn gaan zien. Kijk, in culturen als Italië, Spanje, Frankrijk, daar is natuurlijk was de openbare ruimte al veel langer heel belangrijk. Er werd veel geld daar gespendeerd, heeft ook een bepaalde waardigheid. En ik denk dat wij in Nederland nu echt ook zijn gezien dat wij ook onze openbare ruimte nodig hebben. Omdat voorheen zaten we we hebben toch sportvelden, we hebben toch sporthallen, we hebben allerlei recreatievoorzieningen. Maar als die allemaal dicht gaan, dan moet je ook gezond kunnen leven. En dan ben je aangewezen op het groen om je heen, op de openbare ruimte om je heen. En nou, ik denk dat de grote delen van de samenleving zich daar wel bewust van zijn geworden. Nou, het is niet zozeer herzien van plannen, als wel dat er veel groter draagvlak is gekomen voor plannen. Die betrekking hebben op aantrekkelijke en kwalitatieve openbare ruimte. Ja. En dat merkte je, dat vond iedereen wel, maar nou, soms was dat dan te veel. Hè, dan vond men gouden ouders toch wel erg duur en is dat wel nodig. En nou, door de jaren heen, en nu zeker versneld, is iedereen eigenlijk dat ze denken van ja, nee, maar het is zo belangrijk dat we dit hebben voor om een aantrekkelijke stad te zijn. Dus we hebben veel meer ondersteuning gekregen. Ja. Voor de plannen. En eigenlijk de behoefte naar meer, meer, meer. He, want we hebben nu 7 stadsprojecten, maar er zijn al heel veel mensen die hebben gezegd, nou, het moeten wel 10 of 14 zijn. En denk dat deze impact eigenlijk, zoals je nu zegt, afstand houden en zo, dat langblijvend zal zijn nu, tot na de pandemie, dat mensen daar ook meer op gaan letten? Of zijn het eigenlijk, is de pandemie iets geweest dat straks geschiedenis zal zijn, dat mensen gewoon terug naar normaal gaan? Ik denk wel dat we terug gaan naar normaal, maar ik denk dat iedereen die dit heeft meegemaakt, die zal dit altijd in zijn geheugen dragen, weet je. Ja. Van, je weet het niet. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel Aziatische toeristen, mensen die hier op bezoek komen, die al 2 jaar geleden met een mondkapje liepen. En wij dachten van, waarom loop je met een mondkapje? Wat is er? Wij zijn toch niet ziek of zo? En afgelopen jaar hebben we allemaal met een mondkapje gelopen. Dus ik vind het lastig om te zeggen. Ik denk wel dat de kwetsbaarheid die wij hebben als mensen, dat we die onszelf heel erg bewust zijn geworden. En ik vind zelf ook, dat voor mij geldt daar ook bij, dat je die kwetsbaarheid gaat ook gepaard met een soort van bewustzijn hoe belangrijk je gezondheid is. Hè? En dat je gezondheid niet alleen dat je moet beschermen tegen dat virus, maar je moet jezelf ook gezond houden, mentaal en fysiek op allerlei andere terreinen. Kijk, we hebben natuurlijk heel erg gefocust op niet besmet raken, maar dat je fysiek gezond blijft is natuurlijk net zo belangrijk. Want je kunt misschien nog wel eerder aan andere ziekten overlijden dan aan corona. Dus je moet wel de balans zien te vinden tussen, laat maar zeggen, de angst voor deze ziekte en de totale gezondheid die je als mens moet hebben, zowel mentaal als fysiek. En dat bewustzijn, denk ik, is bij mij heel erg aanwezig geraakt. En ik vind ook dat de openbare ruimte, het ontwerp van de openbare ruimte, een hele belangrijke rol in kan spelen. Ja. Dat je kunt fietsen naar je werk, dat je kunt fietsen naar school, dat je kunt hardlopen, dat je de stad kunt ontdekken, dat je ook, weet je, even je kop leeg kunt maken, dat je ergens kunt zitten, dat je vrienden kunt moeten in de openbare ruimte. Dat zijn natuurlijk hele wezenlijke, blijvende, ik zou bijna zeggen fundamentele waardes voor de mens geworden. Nou, de behoefte aan verbinding in tijden van geïsoleerd leven, ja. Die werd dus, ja, die kwam tot uiting in de openbare ruimte.
Ja. En ik denk dat een... Ja, weet je, het zijn natuurlijk hele diep menselijke behoeften, maar een park biedt denk ik net iets... Je kan zeggen, ja, maar dat is gewoon een aangename omgeving. Ik denk dat er nog een laag onder zit die je met een enquête of een vragenlijst er nooit uit kan halen. Ja, en wat dat is, ja, geef er maar woorden aan. Dan moet je wat filosofische werken gaan lezen waarschijnlijk. Ja, precies. Ik geloof dat een mens is een sociaal wezen. Ja. Dus die hebben andere mensen nodig op allerlei manieren. Of dat meteen een gemeenschapsvorming is, dat weet ik niet. Maar als ik de mensen hoor die niet naar de club zijn kunnen gaan of niet uit zijn kunnen gaan, hoe erg ze dat missen, ja. Dan dat geeft toch wel aan dat heel Nederland leek te snakken naar een terrasje te kunnen, weet je wel. Ja, denk je, nou ja, terrasje, waarom is dat nou zo belangrijk? Mm-hmm. Nou, schijnbaar is dat een hele primaire behoefte om met elkaar buiten een biertje te kunnen drinken. Ja. Ik denk dat we in die zin wel echt gemeenschap en samenkomen daar overnieuw het belang van zien. Ja, precies. Ja, ik denk wel dat dat blijvend is. Maar dat is ook weer die andere kant. De andere kant is individualisering. Ja, gaat ook nog steeds door. We kijken steeds op onze mobiel en we leggen hele andere netwerken aan. Ja. Dat is eigenlijk ook weer twee kanten gaat het op. Eigenlijk vanuit de geschiedenis kun je zeggen, een goede stad heeft ook een sterke cultuur nodig. In de vorm van culturele infrastructuur. Dus bijvoorbeeld een theater. Een arena, een goede krant, goede schrijvers. Dat is eigenlijk wat een samenleving bindt, is dat in dat soort, dat is de plek waar dialoog hoort plaats te vinden. Ik doe het even heel traditioneel, waar dialoog hoort plaats te vinden, waar je als publiek bij een theater ben je geen timmerman meer, geen slager, geen poëet, je bent allemaal publiek. En vervolgens zie je een stuk wat je aan het denken zet en dat daardoor ontwikkel je. En dat is een gemeenschappelijke ervaring van verschillende mensen. En ik denk dat die infrastructuur ontzettend essentieel is voor een inclusieve samenleving. Nou, dat als je dan naar de huidige tijd gaat, dan zie je dat juist die infrastructuur heel erg onder druk staat. Dus er is ook bijvoorbeeld theaterbezoek. Dat is bijna een bubbel aan het worden. De liefhebbers van kunst, dat is bijna een bubbel. De liefhebbers van Formule 1 racen, dat is bijna een bubbel. Omdat eigenlijk die markt al die doelgroepen van elkaar onderscheidt en ze individueel ook benadert. In mijn ogen... zou die cultuur voor de 21ste eeuw die we willen uitvinden, die zou dat ook moeten adresseren. Ja. Dat is ook echt typisch voor wat een democratie maakt, wat mensheid maakt. Ja, precies. Dat is grootschalig bij elkaar komen. Mm-hmm. Dat is ook al eeuwen oud, dat blijft gebeuren. Ja. Er zijn natuurlijk wel een aantal nieuwe uitdagingen die je hier niet los van kunt zien. Eén is natuurlijk dat heel veel openbare ruimte aangepast moet worden aan het klimaatprobleem. Ja. En dat zorgt toch ook wel weer voor aantrekkelijkheid. Hè, dat zorgt voor meer groen, meer bomen, meer schaduw, om hittestress in de steden tegen te gaan. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk dat corona ons wel even laten zien van, nu is het menens. Mensen vinden het ook heel prettig om op dat soort plekken buiten te zijn. Ja, precies. I was just in Tel Aviv a month ago. So it was May 2021, right? And the pandemic is not there anymore. You don't need to wear a face mask. Everybody is vaccinated. I think most people forgot that there was a pandemic. And I think also the effect of the public space is already almost gone. So do you think that's the future for all cities, so they get vaccinated? I've seen the future. It's going to be all normal. I believe, when this film is going to be released, maybe I will sound like a complete idiot, but I really hope that most countries will be already after the corona by then, and if it will happen, they will see that most people are just acting exactly like they did before. And that's because
And that's also actually a good message to urbanists and decision makers that want to make a change and are very afraid. Don't be afraid. People are getting used to, to the new situations very quickly. So if you talked with the people and you all reached to, or many of you reached to the conclusion that this is the right thing to do, don't be afraid of the people that are against, because they will also get used to the situation. During the lockdowns, we appreciated the direct public space around us more. We went for daily walks and discovered new spaces we never used before. Unlike other cultures, public space in the Netherlands was not much appreciated. It was something we almost took for granted. This increase in appreciation also resulted in a bigger support for existing and future plans regarding public space. Activities that were mostly inside, such as fitness and boot camps, moved to the outdoor public spaces. It forced people to leave their bubble. This resulted in new groups and functions meeting each other in these public spaces. We had to discover new behavior codes to adapt to the new normal. Sometimes this resulted in conflict, but mainly it also inspired many more people to join. We also found new ways of connecting. We learned, for example, how to work more flexibly and digitally. During the pandemic, it also became more obvious than ever that people looked for real connections with each other. Community forming took place for a large part in the public space. Community forming and collective experiences are the cornerstone of our society. We are living in a world in which the market differentiates target groups, which ultimately leads to the creation of bubbles. Certain cultural services, such as theaters, where normally dialogue takes place, are under pressure. Modern society should address the rising problem in this cultural infrastructure. So how long will the impact of the pandemic be visible? Is it possible that the experience we had during the pandemic has created a new calibration point? Could it be that we take these findings into account in future decisions? Or will we forget them? Or even worse, neglect them? To conclude, we can all agree that the COVID-19 crisis has affected everyday life in our cities in a drastic way. Lockdowns and social distancing forced inhabitants and commuters to change their daily routines and thus the use of public spaces and amenities. In this documentary, we questioned how the pandemic has affected city life in the short term and long term, and what adjustments are needed in order to build cities for the future in a more equitable and resilient way. We explored this question in 8 engaging interviews with representatives of the Dutch practice in the built environment. In addition, this question has been leading in a survey given to undergraduates and graduate students of our faculty, as well as to students in 20 other programs concerned with the public space. Stimulated by innovation and creative thinking, a vast majority of the next generation of planners and designers want to explore new directions against those preferring to go back to normal. Generally, we noticed a call for more qualitative public spaces,
as public spaces became an important extension of our indoor lives. During the pandemic, we experienced an increased need for qualitative and flexible public spaces. Public spaces may no longer be considered as insignificant and undefined as before, but have to be designed, keeping quality and users in mind. As a direct result of the pandemic, we also saw a crucial change in mobility. If we change our travel behavior, our mobility systems should change along with it. During the pandemic, people became more dependent on their immediate surroundings and environment. This underlined the existing disparity in the accessibility of public space. Less fortunate people suffered more from the inaccessibility of public space. The increased support for existing and future plans, which is a consequence of the growing appreciation of our public space, gives us the chance to take action. A balanced view is given on the importance of crowded versus quiet public spaces, large versus small. Some people call to design for flexibility, mixing, diversity, and inclusivity. In any case, the design of public space will definitely get more attention, and the common belief is that public spaces will be more valued and important in the future. This documentary is the final product of an honors project made by three bachelor students of the Faculty of Architecture at the Technical University in Delft. Matt van Kessel, Henlin Stoer and myself, Oliver Wiegerink, started working at this project in our second bachelor's in September of the pandemic year 2020. We would like to thank everyone involved in this project. We would especially like to mention the members of the Public Space Research Group for their valuable guidance and advice, the interviewees who have so generously dedicated their time and shared their views with us, and all the students who have completed our survey. We believe it's important to share the ideas and visions presented in this documentary as widely as possible. We also hope to have inspired you to discuss, reflect, and challenge yourself in the search for new insights to create and push for the city of the future.